Goed, we gaan naar Nicky, we gaan naar jou. We gaan naar jouw moment van glorie. Want dat Nicky Terpstra een echte raceliefhebber is, dat weten we wel. Je bent vernoemd Nicky Lauda. Dat is echt zo. Ja, echt want jouw vader is groot, racefanaat, racet zelf. Ja. Heeft jou het racen bijgebracht. Jullie bouwen samen. Hebben jullie een raceauto, een BMW, een race BMW gebouwd? Samen in, ja. Ja, waar jullie samen mee racen. Maar meneer Terpstra, wel bloedfanatiek. Natuurlijk topsporter. En nog nooit in een volbloed formuleauto gereest. Maar daar kwam afgelopen woensdag verandering in. Toen wij samen naar het circuit van Zolder gingen. En daar maken wij het volgende mee. We gaan Nicky even verrassen. Kempertje. Die heeft nog geen idee wat we vandaag gaan doen. Behalve dat hij weet dat het spannend wordt. Kijken of hij al wakker is, meneerke. Terpstra wakker worden. Oh, hij is al helemaal aangekleed. Goedemorgen, jongen. Ik heb nog net niet meer race over gemaakt. Heb je een beetje geslapen vannacht? Ja. Vind je het spannend? Ja, dat wel. Heb je enig idee wat we gaan doen? Nou, ik denk dat het een hele snelle auto is, maar voor de rest weet ik nog niks. Kijk, jouw grote voorbeeld is natuurlijk Chris Hoy. Ja, die gaat heel snel, ja. Le Mans heeft gereden. Jij bent toch een ervaren tourwagencoureur. Dus ik dacht, wordt het niet tijd om voor iets... Next step. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Kom, ik ga het je laten zien. Je moet even die grijntjes filmen. Ja. Bonjour, goedemorgen. Stoere auto's. Fucking hell. Het zijn Formule 4. Zeg maar de stap na het karten. Ja. Als je Formule, dat weet jij, is een Formule auto. Downforce. Heel bijzonder. Het is een racing school. Electric. Het is de eerste elektrische Formule 4. Dus je hoeft niet te schakelen. Ik denk, maak het makkelijk. Ja. Eén ding minder om over na te denken. Durf je nog? Jawel. Gewoon gaan en dan... En dan maar zien. Die grijns van hem, die is echt goud waard. Ik moet pakken. Ja, we zullen wel eens les krijgen. Ik rij voor jullie mee. Ik rij vooraan als de lead car met gewoon dezelfde auto. Dus het is niet een safety car en we rijden langzaam. Hoe dichter en compacter we de trein kunnen houden, hoe harder ik ook het tempo langzaamaan stap voor stap ga opvoeren. Wat gaan we hier op het rechte stuk doen? Is dat de eerste auto die achter mij rijdt, die gaat naar links en laat zich eigenlijk terugzakken en sluit weer achteraan. Eerst in zo'n auto. Ja, heel goed. Ja, iets te enthousiast op het gas. Sorry Xavier. Sorry Xavier, zeg. Ja, netjes. Ja,
was het. Ja, tof. Heel tof. Maar het voelt gewoon meteen wel... Toch? Ja, het is niet eng of zo. En, alleen ja, die snelle bochten kan veel sneller. Daar gaat dit niet. Zo. Nou, maar het kan. Vriend en auto. Dat is voor mijn umbrella. Voor in de tuin. Aanvulling. Op een Nike. Deze grijs kwam weer binnen, gozer. Ja, nou, die zit er nog steeds op. Wat zei je net? Dit kan ik de hele dag doen. Ja, als ze gewoon een andere opladen, dan stap ik zo over. En ja, ik vind het prachtig. Vet, hè? Ja. Ja, en anders, ja. Een formuleauto? Ja, die kan zoveel harder in de snelle bochten gewoon. En het reageert sneller. Ja, dit is nog meer reuze. Goed gedaan, mannen. Ja, bedankt. En, ben je een beetje tevreden? Super veel bedankt dat ik zoveel geleerd heb. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk voor mij eigenlijk het belangrijkste. Iedereen heeft zijn eigen startpunt die hier komt. De een met minder ervaring, de ander met meer ervaring. Maar het gaat bij mij om de progressie die geboekt is. En dat zag je vandaag weer door die sessies, door die debriefs, dat het gewoon die stappen heb gemaakt. 2025 Le Mans? Het zou wel mooi zijn. Het is wel snel. Nou, doen we 2026. Ja. Vind ik ook goed. Even die raceschool bedanken, jongens, want dat is vrij uniek. Wij mochten daar gewoon de hele dag racen. En jij, Jack, jij kan het ook, hè? Ja, kan ik ook. Je hoeft niet eens een racecentje te hebben, maar dan rijdt Xavier Maas, moeten wij even zeggen, een fantastische GT. Dat is wel een beetje een groot stoeltje. Ja, nou dan zonder stoeltje. Zonder stoeltje en dan met een schoenlepel. Maar dan rijdt Xavier gewoon iets langzamer. En dan, maar dit smaakt niet meer, hè? Ja, het is echt tof. Ja, het is echt, ik heb superveel geleerd. Ik zag wel in je gezicht, hoor. Ja, je zin het. Ja, maar het is mooi, je rijdt 4 keer op een dag en daarna ga je gewoon alles analyseren en dan krijg je tips. En het is ook fijn als die instructeur er gewoon zoveel verstand van heeft. Ja. Nou, die legt het goed uit en de volgende keer dat je gaat, alle ga je alweer veel beter. Mooi. Ja. Nee, we zagen dat je geen recensie nodig hebt op het circuit, hè? Toch, Rob? Nee, joh. Nee, gekkigheid. Nee, dat zagen we. Ja. Spinnetje hoort erbij, toch? Hoort erbij, ja, ik heb s'avonds nog op het circuit gefietst. Ja, ja, hij, heeft ja. Hij heeft nog 100 kilometer gefietst, die gozer. Het waren wel veel lekker banden. Ja, van het grind natuurlijk, van het grind allemaal, ja. Prima. Wij gaan er denk ik nog één keertje tussenuit. En na de break blikken we verder vooruit met de sprintrace van morgen. De race van zondag. En Koen Bakker die praat ons...